Bitcoin Basis 12 moeilijkheidsaanpassing. Als miner deelnemen aan het Bitcoin-netwerk vraagt rekenkracht. De verzamelde rekenkracht van al deze miners noemen we de totale hashing power. Elke miner heeft zowel een netwerklocatie als een geografische locatie, wat de gedecentraliseerde manier van werken uitbreidt. Telkens wanneer er nieuwe miners online komen om het netwerk te verstevigen en eventuele beloningen te verdienen, stijgt de rekenkracht. Deze stijging leidt er soms toe dat nieuwe blokken sneller gevonden worden dan het gemiddelde van 10 minuten. Het omgekeerde gebeurt ook wanneer de blokken langer duren, als er mijners om diverse redenen wegvallen. Om de 2016 bloks, dat is iedere twee weken ongeveer, wordt er een herberekening gedaan van deze moeilijkheidsgraad. Deze difficulty adjustment zet een verhoging of verlaging in van de moeilijkheidsgraad om te mijnen. Dit heeft geen invloed op de verificatie enkel op het zoeken naar dat willekeurige getal of nonce. Op deze manier zal het voor miners moeilijk blijven om een blok te vinden, ook wanneer er snellere of meerdere miners online komen. Tegelijk blijft de manier van verifiëren van nieuwe blokken eenvoudig en snel. Zo blijft Bitcoins proof of work in balans. Er gebeurt dus echt werk om de kern van Bitcoin te onderhouden.